De beslissing van Interpol is niet van invloed op het Surinaams strafrecht. Dus staat de uitspraak van het Hof nog steeds recht overeind. Dit staat in een verklaring van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichten die in de media zijn verschenen in zaken de voortvluchtige en veroordeelde ex-minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. Hoefdraad is bij vonnis van 17 december 2021 na dagvaarding en niet te zijn verschenen bij verstek veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Tegen deze beslissing heeft Hoefdraad verzet aangetekend. Maar omdat hij niet persoonlijk is verschenen, zoals de wet dat voorschrijft, is het verzet vervallen verklaard. Tegen deze beslissing is nu beroep aangetekend en dient de behandeling van het beroep afgewacht te worden. Nadat het vonnis onherroepelijk is geworden, zal die dan ook worden uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie schrijft verder dat het signaleren van een gezochte persoon via Interpol slechts een instrument is waarvan gebruik kan worden gemaakt om internationaal op te sporen. Maar zijn er nog tal van mogelijkheden binnen internationale samenwerkingen? Het internationaal instrumentarium van onder andere verdragen en justitiële en politiële samenwerking heeft haar nut en effectiviteit steeds bewezen. En ook in dit geval zal van deze mogelijkheden gebruik worden gemaakt.